Katniss met Utrecht Freaken. Vandaag weer op pad met... Excellent Urbex. We zijn nu in Balzen, een verlaten locatie dat leeg staat sinds 2019, november 25. Ja, volgens de kalender. Wat we ook ondervonden, een Sino-Lodaterken en nog een oude piano, waar de bergsboven zijn vrij opmaakt. Maar vrij bizar dat deze locatie zo achtergelaten is. Vrij, hè? Het is lijkt bij, denk wel eens overleden zijn. Ja, wel, het is echt ook een overleden, plots overleden of een hartstilstand, je weet dat niet. Maar je kunt het verder zien in de video en gaan een keer kijken nemen nu in deze prachtige woning. Let's go! Dus dan zijn we nu hier op deze locatie hier in België, waar dat er nog een oud gietje staat, dat zeker 20 jaar oud is. Mensen, check dat. Prachtige wagen. Nog in goede conditie. Ik ga niet even kijken in binnen in de wagen. Wow, check dat. Ziet dat. Echt perfecte staat nog. Zelfs het blusapparaat is van... 95 staat op de brand. Dus dat is een garage van de woning. Nog een oude Bulex. Nog gelijk al onder spullen. Nog een wasmachine. En hier hebben we dan ook nog andere handschoenen. En nog producten die hier op het rekje staan. En nog een diepvriezer. Er zou er nooit een diepvriezer zijn. Wow. Oei. Blijkbaar weet deze diepvriezer niet gebruikt voor het vlees, maar op opbergruimte. Even verder kijken in deze woning. Dus feest aan tekenen, vrij mooi kader. En ook weer vrij mooie peper. En hier aan de badkamer, waar deze man of deze vrouw de waste. Kijk, hier nog wel gelijk schierschuim dat staat. Nog douchegel, tandpasta. Wow, echt bizar dat hier allemaal achterbleven is. Wat zit er in deze kastjes? Wow, nog waslapjes, handdoeken. Hier ook, kijk, allemaal soorten kledij. Maar hier waar we nu staan, dat is de achterkant waar je kan binnenkomen, dat je kunt zien aan de deur. En nu komen we in deze keuken terecht. Hier hebben we dan ook een soort friootje of diepvriezer. Maar het is, is niet empty, is niet leeg. Er zijn nog een flesje zero. En nog een soort potje. Wow, ben je door op? Een tijd in de lezen 2019. En hier dan een koekfornuisje staan. Ook een hoedsteen. Een soort microgolf. En hier nog met de berging. Wow, wel vrij mooi. Dit hier. Allemaal gelijke nog. Zorgingsproducten daarin staan. En nog gelijke tasjes. Mooi afgeborduurd. Met een blauwe rand. Nog soeptassen, taloeren. En hier zie ik dan ook nog van de keuken wat ze nog konden maken met vis of rosbuf. Dat is geen welke kiezen. Er staat nog een boterpotje waar het nog boter is. En ook dat je hier kunt zien: 28-12-2019. Wow, vreselt dat hij nog achterbleven is. Er heeft hier ook een dog gezien, de hond. Zelfs nog zijn eetbakken of de waterpot dat hier achtergebleven is. Wow, check dat. Hoe prachtig dat is. Zelfs nog een wandelstok. Twee wandelstok.
Hier komt mijn living binnen. Hier zien we dan de kast staan. Maandag 31/12/2018. Mooi. En daaronder 22/11/19. Vrij raar, maar ik ga ervan uit dat 19 de laatste datum was. Deze man hier nog overleefde in deze locatie. Dus we zien dat ook wel vrij mooi prachtig in het lok. Dat echt wel vrij mooi afgeduurd is. Het goud met symbooltjes erin. Nog een vrij mooi tv. Maar hier zien we dat ook wel alweer. De schimmel op de muur is opstijgend vocht. Door maar dat mee verwarmd wordt hier, krijg je inderdaad het vocht. We hebben nog een piano staan hier. Wat wel vrij bizar is, de klok. Ze tikt nog, maar het batterijtje is bijna plat. De klok zegt nu 10 na 8. Terwijl dat niet 10 na 8 is, dat wij hier nu zijn op deze locatie, is 15:17. Ook wel vrij prachtig weer van kaders. Nog een loratortje voor deze man of deze vrouw, weet je niet, wie zou het zijn? Vrij mooi, prachtig bed. Wow, dat is dan machtig. Zie dat. Van paarden. En nog weer een belletje. Wow, bizar. Je hebt dan twee mooie, prachtige zetels. Dat je kunt zien staan. In het leder afgewerkt. Prima, prachtige tafel. Met nog een vest dat er aan hangt van deze persoon. Oh, zie hier. Oh, echt wel chic. Die oude antieke klok. Dat zie je wel niet veel meer. En daar te allemaal kaarsjes. En ook biekertjes met een gouden rond afgewerkt. En hier hangt dan de kalender. En net als hier in mijn vorige filmpje. 2019. In november 2025, de maandag, is het laatste blaadje er afgescheurd geweest. Maar dat is vrij raar. Het is een kalender, kijk, ook met datum, ook november 2019. Wat zien we dan hier? Maandag 28, 29. En de laatste is 27. Wow. Dus ik geef deze kalender af, maar blijkbaar ben ik het nu mis. Dus het is de laatste datum, 27 november 2019, dat er nog iets op de kalender geschreven is. Je ziet ook wel allemaal het goede plan. Wow, nog een liegerboek van 1940. Een vrij mooi prachtige kader. Spio, het is Felix Spio, ook afgewerkt in het hout. Maar al een beetje met bespotnis. Vrij mooi meubel. Met marmer afgewerkt. Hier komt naar binnen in de inkomhal. Waar dan de mensen kosten binnenkomen voor naar de living te gaan. Of er anders naartoe te gaan. Deze plant leeft nog. Vrij daar ook. Maar je ziet al, ze zijn al vrij uit te doen. Hier hangt dan nog een omslagruimtje. Waar hangt dan nog een fiets staan in? Waaruit een home trainer, dat ze zeggen. Nog schoenen. En ik onder attributen. Dan hier staan kaders, vreemd ook van belichting. En in deze kast was het hierin. Wow! Kijk hier, een Pater Oster. En hier nog een, zelfs nog een tekening. Met een soort barometer op. En al, wow! Allee, al de attributen dan hier nog in lijn. Boeken, kleding, zelfs overtrekken voor het bed. Wow, vrij bizar dat dat hier achtergebleven is. En hier had deze deur een soort kapstok. En allemaal plastons aan hangen. En zelfs dat wordt gebruikt voor het slechte bezit voor de schoenen aan te doen. Echt wat prachtig. Wel vrij mooie pieper in die ruimte hier. Dus hier hebben we dan het toilet. Hoe ga je zien? Het zat een lavabo, maar de lavabo is weg. Zeker is dat weggehaald. En ook weer een handvatje voor naar het toilet gaat, maar wel een vrij speciale deur van afwerking. Het zijn hier en daar al jong bijwerk. Dus hier komen we dan naar de andere slaapkamer. Slaapkamer 2. Dan binnenkomen. Wow, je ziet dat. Dat allemaal af, hoe prachtig dat dan is.
ook weer een marmer afgewerkt. En dan wel lekker spel dan afleveringen zijn. Boeken dan er nog staan. Gelijke kaders. Zelfs daar een soort symbooltje met een hoefijzer. Nou, wow, welk wel een mooi peper is. En hier heb ik dan het bed. Het kleren ligt klaar voor in de kast te steken. Blijkbaar zijn ze met daar tot de rond. Wat me wel vrij opvalt, overal in deze woning vinden we overal zo'n soort zaklamp. En dat belletje werd gebruikt als deze man of deze vrouw in bed lag. Het was iets. Kost te bellen en toen kwamen ze direct bij u ter plaatse voor u te houden. Vrij mooie pixer. Vrij mooie, allemaal echt. Het zijn er geen woorden voor dat te vertalen. En je ziet een schoen. Kijk, wow, hier. Deze pixer. Wow. Het zijn allemaal kindjes en vrouwen aan de opstaan. Jong en oud. Maar spijtig genoeg staat er geen jaartal op. In deze kast hier ook. Wow, allemaal gelijke kledij, dat je kunt zien. Maar, die kledij, dat is dan niet van een vrouw? Op je zei, is dat van een vrouw? Nee. Anders is dat wel rare smaak. Ja, dat is van een man. Dus, de man sliep hier. Maar verder hebben we nog een aantal dingen dat jullie willen laten zien. En deze man had ook een soort boerderij. Lijkt dat je kunt zien. De voet die hier hangt, kan van hem zijn, kan van zijn dochter of zoon zijn. Maar het is mijn vermoeden, denk ik, dat jij, dat die persoon, dat hier, dat hier woonde, een boerderij had. Dus hier op de Hoogenberg en Tum, hier nog een strijkplank. Hier staat zelfs een strijkijzer van Philips. Dat je hier kunt zien. Wow. Wat dan hier ook nog, kijk, maar wat ook nog niet raar is, het hangt hier een vest van een autogarage, een nieuw car. Oh, in deze kast hier, zijn ook weer, oh. Laat me een keer kijken. Wat vinden we hier? Kijk, ook weer, een soort kammetje. Dus naar goed lijn. Dus die geluk was het wel een man dat je woonde. Want de naam van het lenig vindt. Wat ook wel vrij mooi is. Hier heb ik dan een kistje. Die allemaal nagerief. Dat normaal gezien wel voor een vrouw of een homen is. Weer vrij mooi peper. En ziet dat hier af. Hoe mooi is dat afgewerkt. Wow. Echt wat chic. En ik kijk hier niet boven. Een big small tap. Hier komt men op een andere slaapkamer terecht. Wat er wel vrij creepy is, dat is de pop die in de zetel ligt. Kom maar kijken. Deze pop. Wat een gevoel geeft dat u? Waar denkt hij nu aan? Creepy ding. Dat is echt creepy. En hier zijn het allemaal wonderkleden. Lijkt ook een muts gebreid. Echt wel een chic, prachtige kamer. Dat je niet veel tegenkomt op de uurwerkslocaties, dat dan nog zo net ligt. De meeste uurwerkslocaties zijn allemaal overhoop gehaald. Maar hier is het echt zo. En je kijkt naar de kast. Wow. Inderdaad, het zijn allemaal vrouwenkleden. Oh, een soort jas. Ah nee, het is een kleedje. Oh, dat was raar, maar dat hangt verkeerd. Dat is voor een man. Hemden en noem maar op. Gelijk een ander buiten van kleren en al. Zelfs nog een oude stoofje. Dat hier staat, kijk. Een oud stoofje. Op je die steed, dat is in de priest moest steken. Zelfs nog een vrij mooie kandelaar. En het zilver. Wow, echt. Het gevoel dat ik hier nu heb, is geleden alle momenten die mensen kwast thuis komen. Zoals hier kijk, allemaal soort parfumdingetjes.
Dat zie je hier ook niet meer. En deze kast, wow, zo beet het hier nog. Allemaal andere overtrekken voor op bed te leggen. In een fence. Zelfs daar doen we pezen aan een dokterstas. Maar daar is geen dokterstas meer. Dat is de NT. Leek. Wow. En dat is de trouwfoto van deze woman en deze man. Echt chic om dit te zien. Echt prachtig. En ook weer tegenwoordig voor. Hè. Ze was een vrijgelovig. God zei. Wat zei God? Wat zei God? Ik zal u beschermen tegen het kwaad. Voilà. En dat zie je nu ook weer hier op deze kamer. Dat zie je zoveel ook niet meer. Wow. Daar. Check deze picture. Het lijkt een beetje op de woning waar we nu zijn, maar het is deze woning niet. Het is een andere woning. Wow, kijk het uitzicht buiten ook. Hoe prachtig van de natuur dat je hier kunt zien. Echt wel chic. Dat je zo'n mooie natuur hebt. En je kijkt me naar mijn hof vinden. Ook wel veel mooie zetels hier. Echt wel veel praat, mooi afgeborduurd met symbolen. Hoi. Hier hebben we geweest. Nee. Hier heb je nog een ruimte. Daarom dat ik denk dat deze persoon een boerderij had, want kijk, je ziet dat er allemaal staan, allemaal van paarden, hier, tot riemen. Van alles toe. Echt, zot. Kijk, zelfs zadels. Dat is niet normaal. Zelfs hier een tafel. En hier hebben we dan nog een soort product, bestedingsproduct. Wow, ziet die lamp. Oh, prachtig, echt prachtig. Hier, nog je twee lampjes. Met een beetje spinnenhapjes aan. En deze kast. Wow. Hier de kast dat ik hier opentrek. Is niet leeg. Zit volledig vol met spullen. Echt wel chic om dit nu te mogen ontdekken hier. Op deze locatie. Oké, kijk. Dan gaan we nu verder naar beneden. Mensen zijn nu op het einde gekomen van deze prachtige mooie locatie. We zijn nog het genieten in deze mooie oude kitchen. Yeah. Echt een vrij prachtige mooie locatie, wat we allemaal ontdekt hebben in deze mooie maison. Hè? Wat hebben we allemaal gezien? We hebben een kevertje gevonden, we hebben paardenspullen gevonden, we hebben kleren gevonden, we hebben allemaal mooie attributen van vroeger gevonden. Prachtige dingen. Echt, het is precies leuk dat die mensen hier nu gaan binnenkomen en thuiskomen en zeggen tegen ons: zet u aan tafel, we gaan nu iets drinken en iets eten. Maar spijtig genoeg is dat zo niet. Maar kijk, volg zeker mij verder op YouTube, op Instagram en Facebook. Doe dat ook bij Excellent Urbex, een linkje in de beschrijving. En we zien je dan op de volgende video en de avonturen van Urbex, Freken en Excellent Urbex. See you later.